Transportwereld podcast. Met Allard Kalf en Martijn Knippie Kuipers. Met alles wat deze wereld zo mooi maakt. Samen met de experts duiken ze in het heden, verleden en de toekomst van deze stoere, bijzondere en belangrijke tak van sport. De Transportwereld podcast. Door fans, voor fans. Allard, kom er maar in. Hallo fans. Op YouTube, op de podcast. Lekker luisteren, lekker kijken. Het is alweer de zesde. En we hebben twee leuke gasten. De gebroeders Geelhoed. En waarom zijn die nou hier? Die zijn hier op speciaal verzoek van Martijn. Ja, ik ben Lars tegengekomen op een truckshow, loop ik. En daar raakten we elkaar in gesprek. Toen de eerste keer bellen. Toen, dus, je zei nog, daar loopt Lars. In zijn gebroeders Geelhoed jassie. En toen dacht ik, nou dat is hem hoor, de baas. Nee, maar toen hebben we later met elkaar gebeld. En dat klikte eigenlijk zo goed dat we hele goede vrienden zijn geworden. En ik ook wel een bewondering heb voor je wagenpark. En voor jullie wagenpark, uiteraard. En hoe jullie dat allemaal gedaan hebben. Ja, twee jonge jongens. Twee jonge gasten. En een eigen transportbedrijf. Nou, hey, inderdaad. Mooi, wat doen jullie? Wij doen vooral tanktransporten en gastransporten. Ja. En dan zijn dat vloeistof en vooral vanaf containerterminals. En dan brengen we dat naar de klanten. En dat doen jullie met z'n tweeën? We doen het niet met z'n tweeën. Okay. Nee, maar jullie zijn met z'n tweeën, zeg maar, het bedrijf. Nou ja, eigenlijk wel, ja. Ja, en ja. Onze vader zit er ook bij. Maar we zijn met z'n drieën zijn jullie... Ja, met z'n drieën zijn wij gebroeders Geelhoed. Maar goed... Wacht even. Jullie zijn met z'n drieën de gebroeders Geelhoed, maar je zegt net mijn vader. Dus het is eigenlijk Geelhoed en zonen. Ja, papa zit er een beetje voor een andere reden bij, toch? Ja, ja. Ja, het is gewoon heel anders begonnen. Nou, vertel. Het is eigenlijk in 2013 is het bedrijf waar wij zaten, waar wij werkten. En wij zaten in vloeistoftransport. Dat is failliet gegaan. Nou, en toen zijn wij eigenlijk gestart. Toen zei mijn vader, joh, jullie wilden altijd al voor jezelf gaan beginnen. Is dit niet het moment om voor jezelf te gaan beginnen? Nou goed, toen hebben wij daar samen over gesproken. En inderdaad gezegd van, ja, laten we het gaan doen. Laten we de stap nemen. En ja, zo is het eigenlijk geboren. En dat was in? Maart 2013. En als ik denk aan 2013, dat was, de economie was booming volgens mij. Toen begon het zeg maar weer het was niet, een klein kwamen beetje. Niet, we kwamen niet uit een tijd die echt heel florissant was. Nee, zeker niet. Toch? Nee, absoluut niet. Maar ja, wij hadden vertrouwen in onszelf. En we wisten wat we deden zeg maar, bij onze werkgever. En we wilden niet mee naar het bedrijf waar het naartoe ging. Toen hebben we gezegd, nou, laten we maar gaan starten. Ja, maar goed, wat doe je? Jullie doen allebei, neem niet aan dat jullie allebei hetzelfde doen in het bedrijf. Nee, Lars is degene die de klant... eigenlijk afgaat, ja, eigenlijk een beetje freelancer van het bedrijf. De freelancer van het bedrijf? De freelancer van het bedrijf. Directeur-functie. De vliegende kiep, of niet? Dat is de vliegende kiep, inderdaad. Ja. Die gaat overal klanten bezoeken. Die maakt tarieven en eigenlijk alles. En wat doe jij dan? Wat ik eigenlijk niet leuk vind. En ik ben dan degene die nu komt van de vrachtwagen af 2 jaar geleden. En ik zit nu op kantoor eigenlijk alle vrachtwagens in te plannen. Ah, dus ja, dat lijkt me toch echt lastig. Van de vrachtwagen af op kantoor gaan zitten. Ja. Dat was een moeilijke beslissing. Ja. Ik heb altijd gezegd, ik ga het niet doen. Maar goed, toch de overstap gemaakt om wat meer van het bedrijf ook te zien, zeg maar. En doe je dan niet af en toe toch nog een ritje? Nee, eigenlijk niet. Geen tijd voor. Dat meen je niet? Nee, dat meen ik echt. Ja, een tijdje terug heb je nog een rit gedaan. Die kwam ineens opzetten. Toen moest hij naar Polen toe. Met het weekend erin. Ja. Ja, maar het was bijna zo dat Niels er vandaag niet bij was. Omdat dat was ook naar Polen. Zo druk. Nee. Omdat het zo druk was. Ja. En omdat ze eigenlijk geen vervanging hadden op kantoor. Maar hoeveel mensen werken er bij jullie dan? En hoeveel trucks? Hoe groot zijn jullie? We hebben op dit moment 25 trucks. 15 Scania's, 4 DAF's, 4 Volvo's en 2 Mercedes'en. Ja. En dan hebben we 18 trailers. Dus eigenlijk chassis waar het tankcontainer op kan. En dat kan een 30 voet chassis zijn. Het kan een 20 voet chassis zijn. Of een 40 voet. En dat is dan een spoelchassis. En dan ben je er nog niet. Want dat zijn dan je eigen wagens. Maar je hebt er ook nog heel veel voor je rijden, charters. Ja, klopt. Ja, daar hebben we op dit moment wat minder. Puur voor hetgeen dat we wel kwaliteit willen hebben.
En ik zeg niet dat degenen die nu weg zijn niet goed waren. Maar het moet ook klikken in alles. En vandaar dat we die stap hebben genomen om te zeggen van we willen meer eigen auto's. Minder charters bij ons hebben. Ja, dat is ook typisch Geluid. Wat is typisch het eerste, Geluid? Ja, de kwaliteit en de manier van werken en hoe ze het willen en alles netjes, strak, goed. En dat ik jou de eerste keer een telefoon had, zat je naast een nieuwe chauffeur, was je onderweg naar Spanje en dan zegt hij, ik ga dat eerst zelf bekijken een weekje lang. Ik ga gewoon mee met de chauffeur en dan weet ik of het echt een chauffeur voor ons is. Want iedereen heeft chauffeurs tekort, behalve deze heren. Die hebben er nog 6 op de lijst staan om bij ze te willen kunnen werken. Ja, klopt. Dus ja. Dat vind ik ook gewoon prachtig. Ja. Maar ik vind ook, dat hoort ook gewoon in ons vakgebied, zeg maar. Waar wij zitten, het werk wat we doen, we rijden niet met een pallet paprika's. Het moet wel gewoon goed zijn. Wat is er mis met een pallet paprika? Nee, is helemaal niks mis mee. Maar. Die is makkelijker op te rapen als het tankbetaald. Ja, we hebben het over rolverdeling. Maar ik zie wel meteen wie de verkoper is van jullie twee. Ja, dat klopt. Eigenlijk hoor ik meteen wie de verkoper is. Ja, dat klopt. Ja. Dat is Niels. Nee, maar daar ben jij blij mee, Niels? Ik ben er heel blij mee. Ik ben blij dat Lars eigenlijk alle andere zaken doet. Ik zie dat zelf niet zitten. Nee, heb je daar ooit een... Ja, daar hebben we eigenlijk vanaf begin af aan al... heb ik gelijk gezegd van... joh, Lars, die vindt het leuk om met iedereen te praten. Die vindt het leuk om overal naartoe te gaan. Die houdt ervan om eigenlijk weg te zijn van het kantoor. Ja, maar hadden jullie in het begin dan ook al een kantoor, of niet? Nee, op het begin niet. We zijn eigenlijk begonnen met 2 vrachtwagens. En toen hebben we besloten om voor pa ook een vrachtwagen te kopen. En zo zijn we eigenlijk verder gegaan. Toen zijn er heel veel charters bijgekomen... En op het moment dat het te druk werd, te veel, toen hebben we gezegd van joh, Lars, ga jij maar lekker naar kantoor. Want ik weet dat Lars eigenlijk stiekem dat toch wel heel erg leuk vindt. Die is daar ook gewoon beter in als dat ik dat ben. En ik heb altijd gezegd, ik ben hart en nieren chauffeur en ik blijf gewoon op die vrachtwagen zitten. Ik ga er ook gewoon niet vanaf hoeveel auto's we ook gaan kopen. Ik blijf altijd op kantoor. Ik blijf rijden. Ja, altijd gezegd. Niet helemaal gelukt, Niels. Het is niet helemaal gelukt, nee, helaas. Maar wat ik ook zo mooi vind is, jullie zijn ondernemers. En dan praten jullie ook maar gewoon, ja, we zijn met 2 begonnen. En inmiddels hebben we 25 van die dingen rijden. En nog charters rijden, zoveel man personeel. Alsof het niks is. Alsof het allemaal niks is, ja. Ik bedoel, het is... Ja, het groeit zo, denk ik. We zijn gewoon klein begonnen. En je gaat iedere keer. Maar je moet toch ook wel, namelijk moet je besluiten van... ik koop nu zoveel vrachtwagens of ik doe dit of dat. Ik bedoel... Ja, tuurlijk heb je dat. Absoluut. En ik ben misschien de denker van ons twee. Ik kom altijd binnen en zeg ik, heb eens even nagedacht. Ja. Dan zegt hij, daar heb je hem weer. Iedere ochtend. Heb je hem weer. Nou, en toen we inderdaad begonnen, zaten we aan de tafel en hij heeft echt geroepen. Hij zegt, 1 auto voor mij is zat. Voor ieder voor zich een auto en that's it. En ik had zoiets, ik wil niet heel mijn leven chauffeur blijven. Ik vind het hartstikke mooi, hartstikke leuk. Maar ik zie meer als alleen die auto. Nou, en dan ga je groeien. Tot 10 auto's deed ik de planning in de vrachtwagen. Ja, en dan kom je er gewoon achter. Wij komen bij een Shell, noem maar op. Ja, dan mag je niet met je telefoon lopen. Ja, klanten wachten daar niet op. Een chauffeur met problemen wacht daar niet op. Nee. Ja, uiteindelijk moet je die stap gaan nemen. En toen hebben we mijn oude slaapkamer omgeturnd tot kantoor. Ja, en vanaf daar zijn we toen verder gaan bouwen. Ja, en dan komt... Sliep jij buiten of zo? Ja, toen woonde ik net op mezelf. Ja, dat was net op mezelf. Nee, maar dan uiteindelijk dan ga je verder kijken. Nou, en dan komt er op den duur kwam er een pand op ons pad. Nou, dat kwam allemaal precies zo uit. Ja, dat hebben we in moet het ook zo zijn. Hè? Ja, inderdaad, dan moet het zo zijn. Dat hebben we in 2015 gekocht. In 2017 pas echt omgebouwd tot ons kantoor. Ja, en dan zie je in september 2017 zijn we daarin gegaan. Ja, en op een of andere manier gaat het dan toch ineens nog harder. En wat dat dan is. Ja, geen idee. Dan knalt het gewoon. Ja, maar om toch nog even terug te komen bij die basis. Jullie hebben 2 gebruikte auto's gekocht, toch? Ja, van onze werkgever waar wij werkten. De Volvo waar ik op zat, die had ik net een half jaar geleden nieuw gehad. Ja. Nou, mijn broertje, die heeft 3 maanden later, want die heeft een ongeluk gehad. En daardoor kon hij niet direct starten. Dus die is later ingestapt. Daar hebben we mijn DAF, waar ik daarvoor 4 jaar op heb gereden, hebben we die overgekocht. En daar is mijn broertje op gaan rijden. Nou, en zo zijn we allebei niet voor een klein beetje rijden, gewoon echt hardcore rijden. Ja. Echt gewoon met de visie op de toekomst, wat je wilde. En gewoon keihard gaan beuken. Ja, ik heb die dingen gehoord, dat kan ook
net niet allemaal binnen de lijntjes. Martijn, is dit een open sollicitatie bij de heer? Nee, absoluut niet. Alleen de manier waarop ze zijn begonnen. Ja, dat is misschien ook wel het hele succes van die jongens. Dat ze gewoon altijd dezelfde visie hebben gehad. Ja, het is misschien lastig omdat ze er nu bij staan. Nee, je hebt wel gelijk. Tuurlijk zit daar een punt van. Ja, wel. We hebben nooit nee gezegd. We wilden geen nee zeggen. En we wilden die, wat je net ook zei, we wilden die kwaliteit leveren. Nou, dat gaat alleen door je ding goed te doen, nooit nee te verkopen. Ja, en tuurlijk moet je. Dat vind ik wel een mooie dat je dat zegt. Want ik heb een niet nader te noemen transportondernemer, zo waar ik onlangs mee koffie zat te drinken. Eentje van de echt oude stempel, inmiddels in de 70. En zijn zoon die nam het bedrijf over. En ik zeg, hoe gaat dat? Hij zegt nog een beetje vaak nee. Dan moet hij nog afleren. Hij zegt, hij mag geen nee zeggen tegen de klant. Nou ja, ben ik niet helemaal eens, natuurlijk. Hij zegt altijd ja. Ja. Lossen we op. Nee. Gaan we doen. Ja, ben ik niet helemaal mee eens. Nu is de tijd gewoon, je kan niet altijd ja zeggen. Het is zo druk. En ja, nee is ook een antwoord. En af en toe staat dat ook sterk als je nee zegt. Als je een toch hebben, zeg je toch ja. Tuurlijk wil je hem hebben. Maar nu zeg ik ja, ik wil hem hebben. En vervolgens kunnen we hem niet doen. Dan ga je bellen en dan zeg je, ja, sorry, ik kan hem toch niet doen. Dat bedoelt hij ook met ja zeggen. Je moet gewoon de klus aannemen en hem ook gewoon doen. Ja, maar ja, als er geen auto's meer zijn, geen wielen, dan houdt het op. Dus ja, soms is nee gewoon nee. Meen je dat? Ja, dat is zo. Zo is het. Tjonge. Lijkt me er helemaal bij aan. Ja, Martijn die weet alles van jullie, maar leg eens even uit. Wat doen jullie eigenlijk? Ja, zoals we net hebben gezegd. We hebben het net wel over een beetje tanken en een beetje dit en een beetje dat. Maar wat zijn jullie sterke punten? Onze sterke punten? Ja, qua transport. Nou, onze sterke punten zijn kort zijn naar de klanten, korte lijnen, goede chauffeurs, het kwaliteit leveren, echt goede kwaliteit. Als ik te laat ben, wat niet heel vaak voorkomt. Maar het dan wel even communiceren, weet je wel, met de klant. Dat alles gewoon loopt zoals het moet lopen. En wat vervoer je dan? Vloeistoffen in tankcontainers. Dus vandaar naar de Shell. Ja, ook ja. Wij gaan eigenlijk tanken ophalen op containerterminals. Laden of lossen. En dan brengen ze eigenlijk weer terug. Of naar de terminal, of naar een depot. Ik huur een cleaningstation. Om dan zo weer de volgende opdracht op te pakken. En dan hebben we gewoon over tankwagens of ook containers? Nee, ja, tankcontainers vooral. Ja. Vooral. Dat is wel de nieuwe toekomst, zou ik bijna zeggen. Tankcontainers zie je steeds meer, hè? Ja, die komen ook steeds vaker voor. En de tijd dat wij erin starten in 2013, zaten er ook nog niet heel veel in. En al helemaal niet toen wij bij onze werkgever zaten. De jongens van onze leeftijd, die reden niet met tankcontainers. Dat waren de jongens die met de koelers reden en die het bootje moesten halen en allemaal dat soort dingen. Ja, en wij zagen het anders. Wij zagen iets wat meer. Ja, waar je meer over moest nadenken. Je moet nadenken als jij een tank gaat laden, dat beneden alles dicht is. Want ja, wanneer die boven de pijp erin gaat en we gaan laden en het loopt er beneden weer uit, ja, hebben we een probleem. Wanneer je geladen hebt, de deksels dicht doen, dat de pakkingen in zitten in de mangaat. Ja, allemaal dat soort dingen. Het is allemaal een net even wat meer nadenken. En dat is wat ons eigenlijk trok in het werk. Ja, en dan zie je in 2013 dat zoiets gebeurt. Ja, dan ga je dat starten. Ja, en dan kom je in iets wat tot dit geleid heeft eigenlijk. En zoek je dan ook specifieke chauffeurs? Want die moeten, jullie kunnen het met z'n tweeën wel leuk vinden. Maar die chauffeurs die bij je komen werken, die moeten toch ook eigenlijk uit hetzelfde hout gesneden zijn? Ja, tuurlijk. En die eerste chauffeurs zeker. Wanneer je die eerste chauffeurs goed zijn, dat die goed over je bedrijf praten. Je ze netjes betaalt eigenlijk. Ze geeft wat ze horen te krijgen. Er goed mee omgaat. Ja, dan komt de rest vanzelf. Want chauffeurs die praten genoeg onderweg. En dan weet jij alles. Lars heeft ook wel eens gevraagd, wil je bij me komen werken? Toen zei ik ook, nou, ik werk al hard, maar dan moet ik nog harder werken. Dus dat is heel ver weg. Dan gaat hij zeggen dat het leuker werk is. Ja, leuke werk, dat is voor iedereen verschillend. Ja, absoluut. Dus als jij graag met die pellet paprika's wil rijden. Ja, of in plaats van gas, soms moet je gas wat langer wachten. En bij mijn werk gaat het allemaal redelijk hard door. Bij ons is het heel veel wachten. Wij kunnen wel zeggen dat het allemaal meevalt, maar ja, je weet het gewoon niet. Het kan bij een klant kan je met een uur geladen zijn, maar het kan ook 45 uur duren. Of 45? Ja, zeker. Dan kan je nachtrust erop. Ja, weekendrust. Nee, maar dat zijn dingen, dat komt voor. Dus daar moet je wel tegen kunnen. En dan op de grens van Polen ergens. Ja, maar het kan ook in Rotterdam zijn.
Ja. Kijk, en als jij niet daarbij weg kan, kan je het oplossen door te koppelen of weet ik het wat. Tuurlijk, dan doe je dat. Maar als dat niet gaat, ja, dan sta je daar gewoon. En daar moet je tegen kunnen. Maar ja, tegenwoordig heeft iedereen een iPad en weet ik het wat allemaal. Ja, die jongens ga maar die film komen, kijken. Ja, ga maar filmen. Ja, maar die jongens die komen daar wel uit. En ze worden allemaal netjes betaald. Ja, en, maar ja, het moet je liggen. Als ik voor het NK Veiligste Chauffeur van Nederland bij de winnaar van een jaar of drie geleden, die doet tanktransporten voor de Shell. Hey, maar die zit de helft van de tijd gewoon studeren op regelgeving die dan weer verandert en dan weer anders is. En dat is ook niet normaal, hè? Nee, ja. Eigenlijk niet, nee. Maar nee, goed, hè? Je hebt er wel heel de dag de tijd voor, zoals je hoort. Ja, dat kan dan weer. Nee, maar dat moet je als chauffeur ook willen. En je moet ook die, hè, want hij heeft allerlei, neem aan dat je allemaal certificaten, diploma's. ADR-certificaten. Ja, niet even de code 95 halen en gas erop, hè? Nee, je moet wel heel veel kunnen eigenlijk voordat je erin te werk kan gaan. En dan moet je dat iedere keer, ieder jaar verandert het ook weer de regelgeving. Dus de dingen die dan veranderen, moet je dan wel weer weten. Ja, en dat zijn wel dingen die jij jezelf ieder jaar moet bijspijkeren. En hoe werkt dat? Ga je dan, komt dat centraal bij jullie bedrijf binnen van jongens dat en dat moet veranderen? Dat en dat is, neem ook dat aan dat ding gewoon af en toe gewoon veranderen van de een op de andere dag, of niet? Ja, dat veranderen dingen. En dan weten die jongens het eigenlijk net zo snel als dat wij dat weten. Alles staat op internet, noem het maar op. En dan, wij zeggen natuurlijk wel tegen de jongens van, joh, dit gaat veranderen en zus en zo. En dan pakken de jongens dat op en dan gaan ze daar gewoon weer professioneel mee verder. Ja, want dat is even iets anders dan die pellet paprika's. Ja. Nee, maar ik bedoel, tuurlijk, ja, daar moet je op hameren. Kijk, als dat bij ons binnenkomt, dan is het direct alles op papier zetten en op de mail naar de jongens toesturen. Zorgen als wij iets nodig hebben wat in de vrachtwagen hoort te liggen, noem het maar op. Ja, dan moeten wij daarvoor zorgen. En dan zorgen we ook direct dat het dat weekend bij de jongens aanwezig is. En dat ze het hebben. Nou ja, iedere 5 jaar moeten ze de ADR verlengen. Nou ja, dus dan word je weer een beetje helder gemaakt wat alles is. Want je kan niet alles weten. Het is onmogelijk. Tuurlijk moet je ADR-klasses moet je weten. Je moet weten dat je niet door een tunnel mag met een bepaald product. Dat zijn dingen, dat weet iedereen die ermee bezig rijdt, als het goed is. Ik wou zeggen. Ja, nee, tuurlijk. Maar dat zijn dingen, dat mag niet fout gaan. En dat wordt ook hard gestraft. En daar ben ik het met zulke dingen ben ik het wel eens. Absoluut. En ja, dat zijn de dingen die wat waar extra niet, zijn. Daar ben ik niet mee eens. Ja, dan kunnen we wel de tweede podcast beginnen. Ja, nee, maar een van de dingen die ik altijd blijft me ook fascineren is als je aan je rijtijd zit en een tankstation en een parkeerplaats is vol en je moet het is drama. Gewoon, ja, dat is zeker drama. En nu zijn wij nog kort, dus wij kunnen makkelijk ergens nog even een plekje vinden. Ja, hij niet, hè? Nee, zeker niet met de LZV. Hoe lang zijn jullie eigenlijk? Waarom is het Wij zitten rond 13 meter. Okay. Met een sheetje erachter. Normaal al een oplegger. Ja. Dus wij zijn wel redelijk kort. Want is dat vanwege het gewicht? Of? Nou ja, wij hebben een tankchassis. En die zijn niet zo lang. Okay. Maar waarom zijn ze niet langer dan? Je kan dan ja, je meer kan meenemen. Wel langer. Of dat mag dan niet? Nou ja, een tankcontainer is een 20-voet container. Veel langer hoeft die niet te zijn. Ja, ja, ik kan het niet. Hoe meer je meeneemt, hoe beter het is, toch? Hij moet in die container passen. Hij moet toch in die container? Ja, oké. Ja, oké. Ja, maar met 2 vrachten kan je niet gaan laden. Je kan niet 2 containers gaan laden. Okay. Dus je hebt 1 container, die zet je op. Ja, en die kan je ook op een 40-voet chassis zetten. Maar dat is niet logisch. Nee. Tegenwoordig heb je daar ook allemaal weer dingen in. Maar daar zal ik jullie nu niet lastig mee vallen. Maar het is niet zomaar. Oké. Je hebt een klein voorbeeld. We hadden 30-voet chassis. Die waren dicht aan de achterkant. Dus gewoon een bumper en dicht. Ja. Nou, vervolgens komt er ineens vanuit Duitsland, omdat dat dan niet goed is of gevaarlijk is om daar op te stappen, moet je ineens een 20-voet chassis met een open achterkant. Dus dat je erin kan lopen en dat je rechtstreeks bij de tank kan aankoppelen. Nou, en dan word je gewoon afgekeurd. Dus dan kwam je daar met een 30-voet chassis met een dichte achterkant. En dan werd er gewoon gezegd, ja, je mag niet laden, want je hebt geen inloop. Tjoh, nou ja. Zo streng dus, allemaal. Ja, en dan zou je net even 10 van die chassis gekocht hebben. Ja, ben je lekker mee. Ja, ben je aan de beurt. Is gewicht is denk ik, ja. Ja, zeker. Wel. Ja, gewicht is wel belangrijk. Dus wij kijken daar iets minder naar. Ja, want gas is niet zo zwaar, denk ik. Ja, dat ligt eraan. Dat ligt er natuurlijk. Je moet uiteindelijk altijd aan je gewichten komen.
Dus het is wel belangrijk. Alleen, ja, hoe ver wil je gaan? En wat scheelt het uiteindelijk? Dat is een beetje waar ieder bedrijf zelf voor kiest. Nou, en wij hebben meer gekozen dan nog op de looks. En ik denk dat, ja, dat is onze visie ook wel. Ja, dat is het ook wel een beetje. Naar de looks gaan, je moet nog één ding even uitleggen. Heel Nederland, ik kan geen transportonderneming kan ik binnenkomen om koffie te drinken. En ze zijn allemaal te springen om chauffeurs. En jullie hebben een wachtlijst. Nou, ga mij nou eens uitleggen hoe dat gaat. Ik denk dat het vooral door de vrachtwagens is. Dat denk ik. Meen je dat echt? Ja, nee, dat meen ik echt. Ik denk dat de vrachtwagens doen er een heel groot deel aan. Maar ook salaris doet er ook een dingetje aan. Chauffeurs praten gewoon heel veel met elkaar. En die horen dan ook dat bij ons mooie vrachtwagens, alles goed geregeld, leuke gasten, meelevend. Het is eigenlijk het complete plaatje. Het is niet alleen de auto. Maar ja, de auto doet natuurlijk wel heel veel onderweg. Want iemand komt een auto tegen. Hé, is een auto van Geelhoed. Hé, dat is mooi, dik, weet je wel. Ja. Stel, we gooien een sollicitatie eruit. Zien we al gelijk dat de mailbox eigenlijk roodgloeiend is. Meen je niet? Ja, nee, dat meen ik serieus. En in begin... door jullie socials ook, want je hebt ook best wel veel volgers als transportbedrijf of als persoon. Dus, Zeker. En in het begin was dat moeilijker om aan mensen te komen, want we waren eigenlijk een paar cowboys die binnenkwamen in de transportwereld. Zo werden jullie vooral gezien? Ja, zo werden want, wij wel gezien. Jullie staan er allebei, voor de niet-kijkers, heel netjes bij. Maar zo zat je ook op de vrachtwagen. Ja, zeker. Ja. Ja, want als je ergens binnenkwam, dan zeiden ze de mensen niet van... ben je chauffeur? Nee, dat dacht wel dat je van kantoor was of zo. Ja, natuurlijk. Haartjes in de gel en parfum op en gas. Ja, dat was zo. Maar in het begin is het dan dus heel moeilijk om eigenlijk mensen om je heen te krijgen. Maar je wil wel eigenlijk hetzelfde soort als wat, hoe wij waren, wil je bij je krijgen. Je wilt hetzelfde DNA willen. Ja, natuurlijk. Ja. En dat is moeilijk. Maar we hebben ze wel gevonden. En als ik nu zie wat voor groep jongens wij hebben rijden, ja, dat, beter kunnen wij eigenlijk niet wensen. En ik hoop dat degenen die erbij komen allemaal zijn als de jongens die we nu hebben. Want dat zijn wel de jongens die jouw zaak op dit moment maken. Ja, en dan hebben we het over die trucks. En ze zijn allemaal blauw. En er is misschien een beetje toeval, maar het is wel een speciale kleur. Ze zijn niet allemaal blauw. Maar veel wel. Veel wel, dat klopt. En waarom zijn ze niet allemaal blauw? Ik weet het. Ja, wij hebben 4 rode auto's erbij rijden. En dat is eigenlijk... Die zijn van de brandweer. Ja. Nee, waarom? Die gaan als de brandweer. Die gaan als de brandweer. Ja. Waarom zijn ze rood? Nee, dat heeft met de opdrachtgever te maken. Die wilde dat wij met rode auto's kwamen rijden. Nou, vooruit. Ja. Dus, maar Allard ziet heel graag dat ze een geel hoekje op hebben. Ja, dat horen wij zoveel en dat zien we ook zoveel. Maar... Hey, je moet ergens, je moet ergens gewoon heel subtiel iets geels in verwerken. Ergens. Gewoon iets heel subtiel. Al zijn het de koplampen. Gewoon een paar mistlampen, gele mistlampen. Die hebben we allemaal, gele daglampen. Gele daglampen. Dat is toch sowieso. Ja, die hebben we. Ja, maar goed. Dus. Maar waarom zijn ze nou blauw? Nou, de kleur. We kwamen voor de eerste auto voor mijn broertje. En die moest de kleur krijgen. Want wij hadden een witte auto. En de andere auto stond in de kleur van de opdrachtgever. En toen kwamen we aanrijden. Mijn broertje had een R32 toen. Een Golf. Een blauwe. De 4. Nou, en ik reed daar langs. En die had een zwart dak. Dus ik kwam me aanrijden. En ik stapte uit. Ik zeg tegen hem, ik weet wat voor kleur we die auto gaan maken. Nou, en toen zei hij, super. En er moest alleen nog een tintje bij om het even wat netter te maken. Nou, en daar kwam dat wit bij dat het lekker fris is. Ja, en zo is eigenlijk de kleur gekomen. Klinkt heel simpel, maar daar gaat heel veel aan vooraf bij deze jongens. Tuurlijk, ja. Daarna wordt er getekend. En we hadden een vriend die zit ook op de vrachtwagen. En die heeft dat voor ons ingetekend. En toen hebben we gekeken en gedaan. En dan ben je zo een paar weken verder... Ja, en dan uiteindelijk komt er wat uit. En hoe belangrijk is dat dan, jongens? Dat gewoon dat je zegt, dat is onze kleur. Onze kleur, ja. Zeker, ja. Ja, dat is kijk, gewoon... Hij begint allemaal te glimmen. Ja, natuurlijk. Allemaal glimmen. Als je kan zien, die ogen. Ja, maar dat is gewoon mooi. En dat is ook hetgeen waarom denk wij vrachtwagenchauffeur zijn geworden. Het is niet voor de kleur van je vrachtwagen? Nee, maar gewoon het customizen zeg maar, van je vrachtwagen. En dan passie gewoon, voor de auto. Eigenlijk gewoon de passie, zeg maar, voor het behandelen van de auto. Ja. Ja, dat heb jij niet, hè? Nee, absoluut niet. Doe ik niet aan. Nee, en ik wil nog wel even zeggen, want dat is wel een dingetje. Kijk, bij ons rijden ze dus allemaal met hele dikke wagens. Wat je ook hoort. En dan wordt er altijd geroepen en dan wordt er altijd onder gezegd. Ja. Maar waar is het geld dan? Wij rijden voor het geld. Ja, natuurlijk. Die jongens bij ons rijden ook voor het geld. Die komen niet alleen voor die dikke wagen. Die willen ook gewoon goed betaald hebben.
En dat is bij ons ook. Wij rijden met gevaarlijke stoffen. Al onze jongens zitten in een E-klasse. Uiteindelijk zitten ze allemaal in E7 bijvoorbeeld. E-klasse is de loonschaal. Is de loonschaal. De hoogste loonschaal die je kan verdienen als chauffeur. Oh ja, als chauffeur. Ik dacht er weer aan iets anders hoor, met E-klasse. Een taxi. Ja. Maar uiteindelijk is een jongen van 20 die in E4 begint of in E5... is gewoon supergoed. En uiteindelijk groeit hij naar E7. Dan mag je zeker niet klagen inderdaad. Nee, maar en dat is wel wat zeg maar het zicht heeft bij vooral oudere chauffeurs. Van kijk eens jonge gasten met zulke wagens. Maar ja, ze komen met niks thuis. Ja, zo werkt het niet. Maar over met niks thuis, dat kost toch ook geld om al die dingen zo in kleur te hebben, of niet? Ja, klopt. Zeker. En wij doen 10 jaar met een vrachtwagen. Dus een gemiddeld transportbedrijf zal er 5 jaar mee doen. Nou, en dat is eigenlijk 7-8. 7-8 kan ook, tuurlijk. Maar dat is een beetje de visie wat wij hadden. We wilden mooie auto's. Bij ons zit er ook veel meer op. Compressor, noem het allemaal maar op. En als je het afschrijft over 10 jaar, valt het wel weer mee. Met al die wachttijden. Dat heb je zelf verteld, met al die wachttijden. Hoeveel kilometers rijden jullie auto's gemiddeld per jaar? Dat is een beetje verschillend, maar pak even een ton. En dan heb je jongens die verder weg zitten. Die zitten rond de 140, 150. Maar we hebben er ook eentje, die komt maar op 80. Ja. Die kan langer met zijn auto doen. Ja, die mag 15 jaar mee doen. Maar dan krijgt u wel een nieuw koffiezetapparaat. Ja, inderdaad. Ja. Een nieuw magnetron. Ja. Hey jongens, als jullie zijn jonge jongens. Gezellige jonge jongens. Werden jullie een beetje raar aangekeken in het begin? Op het begin? Ja, toen jullie begonnen. Daar zijn we. Hallo. Gebroeders Geelhoed, goedemiddag. Ja, maar toen waren we nog veel kleiner. Dat bedoel ik. En dan kijken ze ook heel anders. Nou ja, eigenlijk. Kijk, degene waar wij gingen rijden bij de opdrachtgevers, die konden ons al. Zo zijn we eigenlijk begonnen. En dan gaan we steeds een stapje verder. En naarmate natuurlijk gaan groeien, zie je ook steeds meer onze auto's op de weg. En natuurlijk als er dan eentje ons googelt of als er dan gebeld wordt naar ons van, joh, kunnen jullie eens een keer op gesprek komen? Ja, dan komen daar jonge gasten om de hoek. En natuurlijk, dan kijken ze wel een keertje. Ja, maar als ze dan zien en met ons gaan werken en dan de kwaliteit zien, ja, dan ga je wel eigenlijk iets heel moois opbouwen. Ja, en daarom staan we nu eigenlijk wel met het hele wagenpark zo erbij. Ja. Hij wil er weer. Ja, ik wil over vader beginnen. Dat is ook een kleine reden dat hij er natuurlijk bij zit. Ja, omdat aan het begin moesten er wel serieuze contracten worden getekend, wat je me verteld hebt. En toen. Mijn vader was degene die al in het transport zat, zeg maar. Dus die kon heel veel mensen. Ja, en dan is het gewoon heel makkelijk schakelen. Hij heeft ons bij onze eerste opdrachtgevers heeft hij ons binnengebracht. Nou, en uiteindelijk ga je dan samen ernaartoe. Deed ik dat samen met mijn vader. En ook omdat ik dat gelijk. 26. Toen, ja. 24, 25. Ja. Ja. Ja, maar ik wilde daar gelijk bij zitten, omdat ik wilde weten hoe dat ging. En ja, dan krijg je, ik heb wel een mening. Ja, en dan gaat dat heel snel, schakelt dat een beetje om. En dan zie je toch het verschil, zeg maar, met ons, wezen en mijn vader. Ja, daar zit de leeftijidsverschil generatie, tussen. Ja, het is gewoon generatie, is 30 jaar. Ja. Ja, dat is wel flink. Ja, en dan op den duur. Het hoeft ook niet allemaal slecht te zijn, hoor. Nee, zeker niet. Want hij heeft dingen. Maar wat voelt zich aangesproken. kijk uit. Nee. Maar je dat heeft ook op het hart aan, hè? Ja. Nee, maar dat heeft wel dingen. Af en toe trapt hij op de rem. Dan zegt hij, oh jongens, even rustig aan. Of juist van, je moet dit doen. Of ja. Het is gewoon heel fijn dat je iemand achter je hebt staan die weet hoe het werkt. En die ook duidelijk zijn mening laat weten. Want dat is wel fijn, ook voor ons. Misschien helemaal voor mij. Want wij willen wel gewoon gas geven, zeg maar. En dat is wat we de afgelopen, in maart straks 9 jaar wel hebben gedaan. Ja, want over je vader gesproken. Hij zat eerst een beetje op het wagenpark. Ja. En nu heeft hij sinds kort een nieuwe V8 gekregen. Zijn eigen wagen. Ja, hij is weer aan het rijden. Ja. Ja, we hebben hem eigenlijk van het kantoor afgehaald. Want dat was niet. Nou ja, goed, hij wilde altijd nog steeds rijden. Maar ja, zolang ik op die auto zat, ging dat niet. Want ja, dan moet er toch altijd baas, om het zo maar te zeggen, op het kantoor zitten om de zaken te regelen. En naarmate hij groter wordt, wordt het steeds moeilijker om van het kantoor af te gaan. Nou, en pa was eigenlijk de aangewezen man voor het kantoor, voor de kennis, de klanten, noem het allemaal maar op. Nou, Lars is daar heel erg in gegroeid.
En wij denken dat pa dan in die zin niet meer nodig is. Omdat Lars nu degene is die dat... Ja, niet meer nodig. Die dat over... Alsjeblieft, pa, hier heb je een nieuwe V8. Ja. Succes ermee, hè. Nee, maar meer dat hij dat... Dat Lars neemt dat toch meer over, weet je wel. Ja, is ook logisch. En, juist, dat is logisch. Hoe oud is jullie vader nu? 60 geworden. Ja. Dus ja, nu was het eigenlijk wel nog eigenlijk de ultieme kans voor hem... om weer gewoon lekker de weg op te gaan. Zijn ding doen, wat hij echt leuk vindt. Ja, dan moet je 10 jaar rijden met die V8. Dus dan is je zeker prima, jongen. 15. En dan bestellen we er nog eentje. 15 hoor ik. Nee, maar wat volgens mij, als ik jullie zo hoor... je vader erbij, jullie erbij... er is één ding wat super, super belangrijk is. Buiten het feit dat jullie elkaar door en door kennen... jullie vertrouwen elkaar ook gewoon blindelings. En ik denk dat misschien wel... In het begin hadden we allemaal wat. Hij was techniek. Mijn vader die de kennis had over toen hoe het allemaal ging. Ik vooral keihard wilde werken en weinig wist op dat moment. Nee, maar je was bezig met... We hadden allemaal... Eén doel. Ja, hetzelfde. Ja, en dat is gewoon wat gewoon goed is uitgebouwd. Ja, en als je maar eerlijk bent met elkaar. Dus ja, het clasht wel eens een keer. Maar die kan ik nu denk ik op één hand tellen... dat wij echt een keer echt flinke woorden hebben... Ja, in het begin was dat anders, maar dan is alles nieuw. Dan ga je voor het eerste factuurtje maken. Je hebt heel de week keihard gewerkt en dan kom je thuis en dan hij met papieren niet goed aangeleverd of ik kan het niet lezen en dan moest ik zijn werk doen. Ja, en dan gaat het mis. Maar als je dan ziet dat je daarin groeit, ja, dan wordt dat alleen maar beter. En ja, ik heb nu een partner, Niels dan daarin. Ja, ik zou geen ander willen hebben. Nee, dat is fijn dat het familie is, hè? Dan wel, ja. En je hoort heel vaak, ja, met familie moet je niet handelen. Ja, in ons geval is het wel oké. En zijn wij er super blij mee dat het zo is gelopen als dat het nu is. Ja, ik denk wel, als het met familie niet gaat, dan gaat het met niemand niet. Nee. Nee, inderdaad. Ja, familie kan je niet kiezen, hè? Vrienden wel. Nee, maar er is ook, hè, ik bedoel, dat broers, hè, vader en broers, er is gewoon een band. Klopt. Hè? En als dat niet vanaf het begin af aan klikt, begin je er ook niet aan. Maar als je er alle drie in gelooft, aan begint, dan kan het ook niet beter dan zo gaan. Nou ja, we hebben nog een jonge broertje. En, die zit ook al in de zaken, of niet? Nou, die zit er nu. Later is die erin gekomen, maar die had dus helemaal niks met transport. Ah, nou, hij zit niet in de zaak. Nee, hij zit niet in de zaak. Hij werkt als bij ons. Als chauffeur werkt hij. Staat op de loonlijst. In koor. Ja. Hey, nee, jongens, maar luister eens even iets heel anders. Ja. Als ik nou zo'n transportbedrijf wil beginnen. En wat zijn de valkuilen? Valkuilen? Vertel eens even. Ja, er zijn wat mag ik niet doen? Of waar zeg je van, dat moet je sowieso zijn. Hey, ik bedoel, want jullie... Word je nooit gevraagd van jongens, jullie zijn dat begonnen. Wat moet heb je nog eens een advies? Ja, je moet je eigenlijk niet vergissen in hoeveel werk het is. Er gaat zoveel tijd in zitten... En werk je voor een baas, is het heel makkelijk om te zeggen op vrijdagmiddag, ik ben er klaar mee. Dit is het. Leveren, veel plezier, fijn weekend. Ja, juist. Maar dit is gewoon het hele weekend. Ben je er al? Je bent er eigenlijk 24/7 ben je ermee bezig. Ja. En je moet geen eigen ondernemer worden of een eigen rijder worden om puur die naam in die lichtbak te hebben. Want dat is niet de juiste instelling. Of die kleur. Of ja, want dan kan ik helemaal zelf mijn auto... Was een lichtbak voor de mensen die dat niet weten. Want dan denkt iemand op zijn pand of zo. Een lichtbak, gewoon op zijn pand. Nee, ja, aan de voorkant van een vrachtwagen zit een lichtbak. Ja, het woord zegt het al. Ja, op het dak. Maar dat zijn dingen die je niet moet doen. Maar waarom moet je het wel doen dan? Omdat je gewoon passie hebt voor het rijden. Ja, sowieso passie voor het rijden. En als je dan nog... Denk dat je er meer uit kan halen of dat je anderen daarin wil meenemen zoals wat wij dachten. Ik vooral dan, Jos nog niet. Nou, ik nog niet, zozeer. Nu misschien wordt dat wel iets groter. Ja, maar ja. Dan is het gewoon een supermooi vak. En dan voor de ondernemer kan je heel veel betekenen ook nog voor een ander. En het altijd als je mensen vraagt van waarom ben je vrachtwagenchauffeur... Hij roept het ook, de vrijheid. Ja, daarom wilde jij niet van die auto af, Niels. Nee, inderdaad. Nu ben je gebonden aan het kantoor, de werktijden. Kijk, tuurlijk, als je vrachtwagen... Niks, hè? Nou, eigenlijk niet. Nou, als je... Kijk, als je chauffeur bent, is er toch altijd nog even de momentjes voor jezelf. Nu merk ik wel, Lars was eerst altijd planner. En dan belde ik hem s'avonds wel. En dan zegt hij, ik heb nu geen zin te praten. Ik ben heel de dag al bezig. En denk van ja, heel de dag bezig. Wat lul je nou? Je begint om 8 van 8 tot 5. En tuurlijk, je hebt s'avonds heus wel eens een telefoontje. Dat zal best. Maar waarom heb je niet even tijd
Voor je broer. Ja, voor je broer. Om even, niet even over werk, maar gewoon even over wat anders. Ja. Maar nu begrijp ik wel een klein beetje wat hij bedoelde. Het is echt van 's ochtends 5-6 uur tot 's avonds 9-10, soms zelfs 11 uur. Zit ik altijd te bellen, dingen te regelen. Ja, bezig. En dat is puur planning. Maar ja, dan heb je samen de zaak nog. Ik wil ook dingen samen bespreken. Ja, en als je dan ziet hoe lang je overal eigenlijk mee bezig bent, ja, dan is het niet het makkelijkste, zeg maar, als je eigen ondernemer bent. Daar komt het eigenlijk wel een klein beetje op neer. Ja, zeker mee eens. Absoluut. Kijk, en voor heel veel jongens die worden ook eigen rijden voor die auto. Dat ze het op een speciale manier opgebouwd willen hebben. Binnenkantje, je kent het allemaal wel. Nee, je hebt het gezien bij ons hoe dat gaat. Ja, en dat is bij ons. Hoe gaat dat? Leg eens uit. Bij ons is dat wel een dingetje geweest. Dat wij hebben gezegd, joh, in de toekomst zal het moeilijker worden om chauffeurs bij ons te krijgen. Zullen wij die auto's maken zoals wij ze willen? Nou, wij geven die jongens een standaard iets. Dat is al mooi. Dus de kleur op de auto, skuts aan de zijkant. Gordijntjes binnen. Dat is eigenlijk het ding wat wij zeggen. We geven vanaf Scania of DAF geven wij het luxe wat er is. Met een magnetron erin, een koffiezetapparaat erin, een omvormer. Zodat ze daar van alles mee kunnen doen. En dan is het aan die jongens wat ze zelf nog erop willen. Nou, dat gaat in een overleg met ons. Dus zij komen met de ideeën. Wij gaan zeggen ja of nee. Want het moet wel strak blijven en netjes. En alles moet op schakelaar. Alles moet bij de dealer gedaan worden. Zodat het wel goed gedaan wordt. Niet een of andere trekker afbrandt door zelf knutselen. Nee. Ja. En dan ga je naar je opbouwer toe. Wij doen redelijk veel bij dezelfde. Je geeft ze ook nog wel aardig de keuze wat ze willen. Dus in de zin van opbouwen vooraf. Traanplaat op de achterkant. Tussen de schotel en de cabine is dat. Ja. Daarin ga je ook nog wel verder. Als zij zelf de stoel willen bekleden, geven ze ook weer een keus. Ja, wij mogen de bekleding van binnen mag bijvoorbeeld alleen bij Special Interior gedaan worden voor ons. Druk ophouden en de binnenkant. Ja, omdat interieur. Dat gewoon volgens ons een van de betere is. Ja, en wij besteden heel veel geld aan de buitenkant. Ja, dan wil ik dat de binnenkant ook gewoon top is. En dat hebben we nu ook met opbouwers. Ja, je gaat gewoon verschil zien in opbouwers. Voor ons, wat wij goed vinden. En ik zeg niet dat iemand slecht is, helemaal niet. Alleen wij eisen gewoon een kwaliteit. Ja, en dan kom je uiteindelijk gewoon bij de jongens terecht. Ja, jij kent ze ook waar wij dan graag komen. Bij een Lex van de Heide, noem maar die gasten. Ja, maar het is ook een gevoel wat je dat erbij hebt. Ja, dat klopt. Dat zijn ook jonge gasten. Ze krijgen dus een nieuwe auto en je trekt in één keer het hele interieur eruit. Ja. En dan ga je weer opnieuw beginnen te bouwen. Ja, klopt, ja. Ja, tuurlijk. Dus dashboard bekleden, stikken, de wanden er allemaal uit, opnieuw bekleden, leer erop, knopen erin. Ja, daar gaat nogal wat tijd in zitten. En geld. Ja, daar gaat heel veel geld in zitten. Ja. Zowel voor ons als voor de chauffeur. Over 10 jaar, jongen. Ja, daarom. Dus dan valt het allemaal mee. Er zijn mensen die roken meer op in 10 jaar als dat ze in een auto duwen. Ja, dat is maar net wat je wil. En dat hoor je maar heel vaak. Dat oproken wordt alleen maar erger, hoor. Want dat gaat alleen maar omhoog. Dus ja, daarom. Ja, dus kan je beter in de investeren. Ja, want dan zit je tenslotte meer als thuis. Ja, zeker. Ja, absoluut. Ja. Zit er nog een kans in dat we dadelijk een extra truck bestellen en dat jullie iemand voor op kantoor aannemen en nog allebei een beetje lekker rijden, jongens? Nee, ik niet. Ik denk het ook niet. Nee. Je zegt ik denk lachen, in, ja, in de toekomst willen we wel een auto bouwen voor samen. Dat we eigenlijk een vrachtwagen kopen, ombouwen, helemaal zoals dat wij dat mooi vinden. Hobbyauto. Een hobbyauto. En dan een gebruikte of een nieuwe? Gebruikte. Oh ja. Een gebruikte. En dan eigenlijk alles erop en eraan. En misschien komt het er dan een keertje van om samen een rondje te doen. Voorlopig nog niet, maar in de toekomst. Rondje met wie weet. Rondje met rondje Milanus. Jullie zijn van twee vrachtwagens naar, wat is het, 25. En als we hier over een jaar of wat staan, wat dan? Nou, dan zitten we op de... Nee, je kan wel zeggen, we zitten op dit. Of dit hebben we al een paar keer gehad. We zeiden op den duur 20 auto's, that's it. Maar je moet ook mee met je klanten. En, maar we willen wel een beetje het kleinere, familiaire bedrijf blijven. Als je zo gaat, dan heb je er dadelijk gewoon 1000, hè? Nou, dus dat gaan we niet doen. Want ik ken iemand, die had ooit 2 supermarkten. En toen dacht hij, als ik er toch 10 had, hè, dan ben ik de koning. Hè? En inmiddels heeft hij er geloof ik 500. En denken ze nog steeds van, misschien moeten we wat groter groeien. En het is nog steeds een leuk, gezellig familiebedrijf. Ja, dat is knap. Maar dat is, ik denk, in transport moeilijker. En wij hebben zoiets rond de 30. Dat is voor ons oké. Dan heb je dat familiaire. Je kan de kwaliteit blijven geven die we nu geven.
ja, dat is voor ons meer waard als dat we naar 100, 150 auto's gaan. Want dan wordt het anders. En is dat ook omdat als je er 100 hebt, dan kun je ze niet alle 100 zo maken zoals jij ze hebben wil. Hè, dan wordt dat misschien wel lastiger. Wordt het iets lastiger, zeker. Ja. Absoluut. Absoluut. En dan moet je ook meer mensen op kantoor, meer mensen in de buitendienst. Nu zitten wij met z'n vijven zitten wij dan op kantoor. Ja, en daar als je ook 100 auto's krijgt, ligt er ook een type chauffeur. Hè. Het is ja, tuurlijk. Controle is ook weg. Dat ook, minder. Maar ja, minder. Zoek maar eens 100 chauffeurs die diezelfde visie hebben. Heel moeilijk. Een paar heel moeilijk. In de rij staan, of in ieder geval ja, op de wachtlijst. Ja. En daar kan je ook weer kiezen. En dat zijn ook niet allemaal van die chauffeurs zoals jullie zelf zijn. Nou, en soms moet je ook wel eens gewoon iets op Insta gooien van en dan eens kijken wat erop afkomt. En ja, dat is ook wel eens. Je kan wel alles in de rij hebben staan omdat je ze kent. Maar je moet ook anderen daarin een kans geven. Of komen ze vanuit boven in het land? Social media. Insta, ja. Ik hoor je Insta. Ja. Doen jullie veel? Ben je actief op social media? Hoe belangrijk is social media? Ja, wij zijn wel. Niels kijkt meteen naar links. Ja. Of naar rechts. Jou naar rechts. Ja. Volgens mij rechts. Ja. Voor mij links. Ja. Nee, ja, wij, ja, bekend. Ik denk, we zitten op iets van 16.000 volgers. Nou, we gooien daar wel vaak een fotootje op, een verhaaltje en ditje en datje. Ja, natuurlijk is dat belangrijk. De mensen zien dan wel een beetje wat voor bedrijf je hebt. Hoe wij zijn met onze spullen. Nou, je hoort dat onderweg. Ja, maar ik denk dat chauffeurs die daar nog niet werken, of die er niet bij jullie werken en die het wel mooi zouden vinden. Dus als jij een post doet en die denken toch van, ik zit niet helemaal lekker meer bij mijn eigen werkgever. Ik ga het gewoon proberen. En zo krijg je natuurlijk heel makkelijk jongens binnen die gewoon al een werk hebben. Bij ons zou het nog makkelijker zijn als wij niet in het ADR-transport zaten. Want die gevaarlijke stoffen is voor heel veel mensen is gewoon een dingetje. Terwijl als jij daar eenmaal in zit, is dat helemaal niet zo. We hebben genoeg jongens die komen van een koeler af of die hebben met containers gereden. En in het begin zitten ze allemaal zwaar naar te kijken. En boh, en moeilijk en dit en dat. En hoe werkt het daar en hoe werkt het bij een cleaning? En dan zitten ze er een half jaar. En dan zeggen ze, is dit het nou? Ja, precies. Is dit maar het dat nou? Is met alles toch? Ja, dus, tuurlijk. Ja, maar ADR dat is wel is niet heel makkelijk wat ik al begrepen heb. Wat is ADR? Gevaarlijke stof. Gevaarlijke stoffen. Ja, nee, ik bedoel, dat is. Ja, en dat wordt heel erg door heel veel mee. Oh, wat moeilijk. Maar het valt echt alles mee. Is dat zo? Ja, dat is zo. Als je de kennis weet en je hebt er even mee gewerkt, dan wordt het allemaal steeds makkelijker. Ja, dat zijn ook, neem ik aan, tenminste allemaal protocollen. Het protocol volgen en dan is het. Ja, bijna principe, appeltje eitje. In principe wel, ja. Ja, appeltje eitje zal ik je zeggen, maar... Zo makkelijk is het dan ook niet. Pellet paprika's dan. Ja, dan inderdaad dat. En als jullie nou van de hele onderneming en zoals jullie begonnen zijn, waar je nu staat, het echt het succesvolste en het minste van het ondernemen kan zeggen. Dus het diepste dal wat je ingezeten hebt en het grootste succes wat je geboekt hebt als ondernemer. Dat is moeilijk om te zeggen, het diepste dal. Ik denk dat we er weinig tellen hebben. Je hebt toch wel mindere tijden tuurlijk gehad. Tuurlijk heb je minder corona pakken. Daar kan iemand wat van opsteken. Tuurlijk. Dat je denkt van, Martijn, mindere daar tijden hebben, wel... mindere tijden hebben wij het niet over. We hebben het alleen over mooie tijden. Ik ben wel benieuwd hoe je daarmee omgaat als ondernemer en wat je daaraan doet. Gewoon doorgaan. Ja. Nee, geen... Jawel, natuurlijk. Als je corona hebt, dat is echt wel, dat heeft echt wel even ingehakt. Ik bedoel, de auto-industrie lag plat. Dat is waar wij allemaal voor rijden. De producten daarvan. Ja, toen zag je echt wel dat het minder was. Nou ja, goed, daar moet je dan mee om leren gaan. En kijken hoe je het snel kan schakelen en kan zorgen dat iedereen aan de gang is. Nou, dat hebben wij denk ik, zijn wij redelijk doorheen gekomen. En tuurlijk zie je dan omzetverlies, absoluut. Maar ja, daar moet je wel mee dealen. En dan moet je zorgen dat je dat weer recht gaat krijgen op een of andere manier. Nou, en dat is maar een korte duur geweest. Daarna zag je in één keer een sprint naar boven. Ja, en dan is dat. Maar ja, dat, je hebt zoveel dingen. Met investeren van auto's. Dan denk je ook, man, 4 stuks erbij. Hoe gaan we dat doen? In één keer komen er 4 auto's binnen met 4 chauffeurs erbij. En een jaar later doe je het weer. Ja, want ik hoorde je al 30 zeggen. Maar ik denk dat als we over 5 jaar hier staan, dat je dan zegt, nou, 40, dat is hem toch wel. Nou, dat weet ik niet, hè? We komen gewoon, we doen dat gewoon over 2 jaar. Gaan we er nog eens over praten. Kijken hoeveel zeker we er dan hebben. Want weet je wat ook minder is? Het is het einde van deze podcast. Heb je nou ook onderwerpen die je graag samen met experts besproken wil hebben? Laat dan een reactie achter op rtltransportwereld.nl of hieronder.
het YouTube-filmpje. Je kan ons ook een berichtje sturen via Instagram. Moet je ons sturen, niet naar hun. Of Facebook. En wie weet hoor je het allemaal in de volgende Transportwereld podcast. Jongens, dank jullie wel. Ja, jullie bedankt. Graag gedaan. Tot de volgende keer. Op naar de 40 vrachtwagens, hè? Kom op. 50. Ja, misschien. 50. Wie weet. RTL Transportwereld is ook te zien op tv. Elke zaterdag en zondag om 5 uur bij RTL 7. En verder volg je ons op alle socials en natuurlijk YouTube. Tot de volgende!